Goedemorgen, vandaag is het woensdag. Ik moet weer naar de school waar ik werk. Daar heb ik in ieder geval tot het 6 uur geef ik les. En daarna heb ik de oplisbijeenkomst, de opleiding in de schoolbijeenkomst. En daarna heb ik een ontwikkelingsgesprek met de levensbeschouwingssectie en de afdelingsleider. Wordt een lange dag. Ik zie er een beetje tegenop. Nou hoef ik met een aantal klassen niet zo heel erg veel te doen, omdat ze nog een film aan het kijken zijn waar ze nog een opdracht bij gaan krijgen. En één klas kan ik nog aan het werk zetten met een opdracht waar ze nog mee bezig waren. En een andere klas is dus eigenlijk bijna klaar met het hoofdstuk. En die moet eigenlijk ook aan een creatieve opdracht, of nou ja, ja creatieve opdracht. Maar dan wil ik eventjes met ze bespreken wat voor creatieve opdracht ze gaan doen. Ze hebben daar ook wel enigszins een keuze in. Dus ik hoop dat ze in ieder geval aan het werk kunnen vandaag. Ik moet gaan. Want het is al 8:03 en ik moet om 8:30 moet ik lesgeven. Dus ik ga opschieten. Nou, goedemiddag. Ik ben weer thuis. Er hangt een ding onder mijn neus. Zoals jullie... Had ik dat vanmorgen verteld? Ja. Ik ben vanmorgen en vanmiddag ben ik dus aan het werk geweest. En we hadden uiteindelijk dus nog best wel een lange vergadering. En vrijdag gaan we daar weer mee verder. Want dan gaan we dus ook verder met het maken van materialen en dergelijke. Vandaag was het echt eventjes vergaderen van waar staan we tot nu toe. En vind ik wel leuk. Want dan kan ik vrijdag kan ik aan de gang met een onderdeel wat ik... ook ga verwerken in mijn afstudeeronderzoek. En dat is wel heel erg fijn. Dus dan heb ik het idee en niet het idee dat ik dingen dubbel doe. Dan kan ik het meteen gaan gebruiken. Ik ga namelijk kijken naar wat voor leermiddelen we kunnen inzetten voor de brugklas. Want tegenwoordig op de school waar ik werk, daar hebben alle brugklassen nu een notebook. En het idee is dat die notebook natuurlijk ook gebruikt wordt. En bij een hele hoop vakken wordt de notebook nog steeds niet gebruikt of heel weinig gebruikt. En we willen gaan kijken of we die meer kunnen gaan inzetten. En dan ga ik dus op zoek naar verschillende middelen die we daarvoor kunnen gebruiken. En dat kan ik dan ook meteen gebruiken voor mijn afstudeeronderzoek. Die dus ook gaat over het inzetten van digitale leermiddelen in de brugklas. Ik ben nu een 3 kwartier thuis ongeveer. En het hondje heeft net gegeten. Paul die is beneden aan het spelen met zijn nieuwe draaibank. En ik moet gaan bedenken wat we willen gaan eten. En ik weet niet wat ik wil gaan eten. Ik heb een beetje hoofdpijn. Kan ook gewoon te maken hebben met het feit dat ik weer te weinig gedronken heb vandaag. Ik heb wel thee gedronken, maar ik heb denk ik maar 3 kopjes thee gedronken op de hele dag. Dat is ook niet echt heel veel. Dus daar moet ik eventjes iets aan gaan doen. En ik wil straks nog wat voor school doen. Ik heb morgenochtend heb ik nog een gesprek op mijn stageschool over mijn persoonlijk ontwikkelingsplan. En... morgenmiddag heb ik dan nog TEFL-course, laatste les. En dan moet ik alles meenemen wat ik tot nu toe heb gemaakt. En dat is niet zoveel, dus daar kan ik heel erg kort in zijn. Want dat ga ik voornamelijk in de herfstvakantie doen. Aankomende week heb ik geen lessen meer. Ik moet, aankomende week moet ik dus mijn case study inleveren. En heb ik dus zowel maandag als donderdag zelf geen lessen meer. En dan heb ik dan herfstvakantie. En na de herfstvakantie is het tentamenweek. En dan moet ik dus nog een aantal dingen gaan inleveren. En na de herfstvakantie beginnen de toetsen op het ROC waar ik ook werk weer. Dus dan moet ik weer gaan surveilleren. Dus ik moet even een aantal ballen omhoog gaan gooien. En dat is best zwaar af en toe. Maar ik ben blij dat het bijna herfstvakantie is.
In de herfstvakantie ga ik natuurlijk niet alleen aan de werkstukken zitten die ik moet inleveren. In de herfstvakantie wil ik ook heel eventjes een momentje voor mezelf inplannen op een dag om gewoon een boek te lezen. Zoals jullie al eerder hebben gezien, heb ik het boek van Dan Brown, het nieuwe boek Origin. Oorsprong heb ik binnengekregen. En die wil ik heel erg graag gaan lezen. En de herfstvakantie is daar gewoon een heel mooi moment voor. Dus op het moment dat ik dan even pauze ga houden van mijn school, dan ga ik mezelf er gewoon toe zetten om eventjes te lezen. Want daar ben ik wel weer aan toe. En ik ben toen in slaap. Dat ook. Maar dat ben ik heel vaak. Dus daar moet ik eventjes naar gaan kijken hoe ik dat ga doen. Want op een of andere manier kom ik slaaptekort. Dus ik moet voor mezelf gewoon echt eventjes harde eisen stellen. Dat ik eerder naar bed ga. En misschien dan ook eventjes een boek erbij pak. Want anders dan ga ik gewoon echt te lang met mijn telefoon zitten spelen of achter mijn laptop zitten. En dan kan ik moeilijk in slaap komen. Ik slaap nu zo'n 6 uurtjes in de nacht. En ik heb er toch echt wel minimaal 8 in de nacht nodig. Ik ben moe. Eigenlijk heb ik gewoon af en toe nog een moeder nodig die eventjes tegen me zegt, nu ga je naar bed. Ik denk dat we dat allemaal wel hebben. Ik heb vandaag een hele hoop complimentjes gekregen over mijn bril. Daar ben ik heel erg blij mee. Ik had het wel leuk om te horen dat andere mensen iets ook mooi vinden. Zeker op het moment dat je partner het niet mooi vindt. Maar hij went er wel aan. Ik ga even kijken wat we gaan eten zometeen. Want dat moet ook gebeuren. En dan zien jullie me zo nog. Nou, ik weet niet of je het hoort, maar mijn laptop klinkt alsof hij opstijgt. Ik was vanmiddag toen ik de vergadering had, toen viel hij ook zomaar uit. Zover ik weet was de accu nog niet leeg. En toch viel hij zomaar uit. Dus ik weet niet. Op een of andere manier snapt de computer het niet. Ik weet nu niet of hij het heeft begeven. Hij is nu aan het updaten. En ik hoop dat hij het straks gewoon doet. Het probleem is alleen dat ik dus gewoon helemaal niks aan school of wat dan ook heb kunnen doen vanavond. Omdat hij dus de hele tijd bezig is. Morgen moet ik dus voor een popgesprek. Het popgesprek gaat over mijn persoonlijk ontwikkelingsplan. Mijn pop. En gelukkig heb ik die ook nog ergens anders staan. Dus die kan ik nog eventjes doorlezen. In principe hoef ik daar niet zo heel veel voor te bereiden. We gaan gewoon eventjes bespreken wat we kunnen doen om ervoor te zorgen dat ik mijn plannen die ik heb gemaakt voor mijn persoonlijk ontwikkelingsplan, dat ik die ook kan doen en kan halen. En dat doe ik samen met mijn schoolopleider en mijn praktijkbegeleider. En daarna moet ik door naar Amstelveen voor TEFL course. En dat is de laatste les. En er werd me gevraagd of ik alles wilde meenemen wat ik had. Maar dat is niet zoveel. En zeker aangezien ik vanavond ook helemaal niks heb kunnen doen, is het gewoon niet zoveel. En dat heeft ook gewoon te maken met het feit dat ik voornamelijk bezig ben met mijn case study. En mijn case study die moet aankomende maandag af. En mijn TEFL course die moet in 30 oktober geloof ik pas af. Dus het heeft gewoon nog niet echt de prioriteit. Oh, ik zit helemaal onder de haren. Dus ik moet nog maar eventjes zien. Het is ook een beetje afhankelijk hoe ik me morgen voel. Ik merk gewoon echt dat mijn energie een beetje op begint te raken. En ik ben echt toe aan vakantie. Dus ik moet eventjes zien of ik morgen wel of niet naar school toe ga. Want ja, ik heb ook niks om te laten zien. Dus kan ik mijn tijd ook gewoon steken in het maken van de opdrachten. Als mijn laptop meewerkt in ieder geval. Ik ga zo lekker naar bed toe. Ik hoop dat mijn laptop zo klaar is. Anders staat hij straks de hele nacht te blazen. Ik ga het poesje nog eventjes wat eten geven. Hondje eventjes uitlaten. En dan ga ik lekker op bed liggen. Het is nu bijna 11 uur. Dus kan geen kwaad om zo alvast te gaan slapen. Morgen afspraak om 5 voor 11. Beetje gekke tijd. Maar komt wel goed. Dan ga ik bij deze gewoon de vlog afsluiten. Ik denk dat het niet echt een heel boeiend vlogje is geweest. Maar daar ga ik binnenkort nog eventjes een video over maken. Misschien dat ik die al online heb gezet wanneer deze video online komt.
Omdat ik toch iets wil gaan veranderen in mijn uploadschema. Normaal zou ik dus gewoon elke dag uploaden. En misschien hebben jullie het al gemerkt dat ik een aantal vlogs al aan elkaar heb gekoppeld. Omdat het gewoon of hele korte vlogjes waren. Of dat het gewoon hele saaie vlogjes waren. En daar heb ik gewoon dubbele vlogs van gemaakt. Maar ja, ik kan natuurlijk ook gewoon op het moment dat ik een dag heb waarin ik niet zo heel erg veel te vertellen heb. Of zo heel erg veel te doen heb. Kan ik natuurlijk ook gewoon een andere video uploaden. Zoals een storytime video of een tag video of iets anders. En dan kan ik beter energie steken in zo'n extra video. Dan dat ik heel erg krampachtig een dag ga vloggen waarin eigenlijk niet zoveel te vloggen valt. Dus, want ik wil wel gewoon dagelijks blijven uploaden. Maar ik wil wel dagelijks interessante content blijven uploaden. Maar ja, ik zit ook echt nog heel erg aan het begin van mijn YouTube-kanaal. Ik ben nog echt dingen aan het uitproberen, zoals jullie misschien wel hebben gemerkt. En ik wil groeien. Dus dan zal ik in ieder geval iets moeten doen om ervoor te zorgen dat ik boeiende content blijf creëren. En ja, soms moet je dan gewoon keuzes maken. Dus ik blijf wel gewoon vloggen. Ik blijf waarschijnlijk ook wel gewoon dagelijks vloggen. Alleen, ik heb dan liever dat ik dan af en toe dagen bij elkaar pak. Of een dagje oversla, maar dan wel gewoon een extra video upload. Dus binnenkort heb ik hopelijk tijd om extra video's op te nemen. Ik heb al een aantal ideetjes. Ik ga dan ook meer video's opnemen met mijn spiegelreflexcamera. Want de kwaliteit is dan ook gewoon echt beter. Dat hebben jullie ook wel kunnen zien aan mijn winactievideo. Die is opgenomen met mijn spiegelreflex. Dus het ziet er dan gewoon meteen een stuk beter uit. Ik moet alleen eventjes gaan kijken hoe of wat. Ik hou jullie daarvan op de hoogte. Ik ga bij deze de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Geef het filmpje dan een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren. En dan zie ik je morgen weer. Doei!